Een knotsgek duel tussen FC Dordrecht en Jong Ajax vrijdagavond. Ik zou niet kunnen beschrijven wat er allemaal gebeurde in een paar woorden, maar uiteindelijk werd het 3-4 voor de jonge Amsterdammers. Als we niet kunnen met z'n allen volhouden om te doen wat we als team moeten doen, al is het een keertje dat we heel erg verdedigen moeten spelen, weten de kwaliteit van de tegenstander, dan ga je in de problemen. En dat blijkt er dus in die 10 minuten na rust. Gooi je eigenlijk de wedstrijd weg. En je hebt nog de energie om redelijk goed om terug te komen met een mooie goal van Matthijs. Maar het is mentaal zo zwaar om elke keer terug te komen. Dat moet veel beter. Je verdedigt niet alleen met de 5 verdedigers die we opstellen, je verdedigt met 11 man. We praten met elkaar erover en we zeggen tegen elkaar dat we scherp de rust uit moeten komen. Vervolgens krijg je toch weer binnen een paar minuten 2 goals om je oren. Hoe dat kon, daar heb ik nu geen antwoord op. De schapenkoppen leken om de zoveel minuten wel aan en uit te staan. En dat stoorde ook trainer Michele Santoni. Mijn gevoel is dat een aantal spelers hun eigen wedstrijd spelen. En dat mag bij Dordt niet gebeuren. Want we zijn niet zo groot nog en zo goed omdat iemand even zijn eigen wedstrijd speelt. Ja, misschien een beetje wisselvalligheid, denk ik. Wanneer je wedstrijden wint natuurlijk, dan komt er meer vertrouwen in de ploeg. Dat is iets wat nog niet vaak is gelukt, zeg maar. Dat is wel jammer. En door de spectaculaire nederlaag staat FC Dordrecht met 14 punten uit 15 duels op de 16e plek in de keukenkampioendivisie. Volgende wedstrijd is op zondag 13 november uit bij Almere City. Het is gewoon weer heel zuur dat we niet hebben gewonnen en gewoon zo'n wedstrijd weer zo weggeven. Het is de knop omzetten en weer op naar de volgende wedstrijd. Meer kunnen we niet doen. Er komt gelukkig over 9 dagen weer een wedstrijd. Dus goed voorbereiden, deze goed analyseren, plekje geven, goede dingen eruit halen en de mindere dingen eruit halen. En de volgende voorbereiden.